Het Immo, eerste Nederlander over het parcours vandaag. Wat kan je vertellen over de route? Ja, het is wel lastig. Het zijn heel tijd van die heuvels en ja, echt Basks, zeg maar, Baskies. Het ene steile klimmetje is natuurlijk lastig. Maar het is heel tijd op en af en glooiend. Het is eigenlijk geen meter vlak, dus ja, lastig. Klinkt als het parcours van Primoz? Ja, sowieso wel, denk ik. Baskeland, hè. Als je de ronde van Baskeland wint, dan kun je dit wel, denk ik. Dus ja, het is wel iets van hem, denk ik, ja. Was voor jou vandaag gewoon eigenlijk op tijd binnenkomen? Ja, maar goed doorrijden omhoog heb ik eigenlijk gedaan. En dan proberen een beetje te herstellen als het naar beneden ging. En ja, hopelijk een beetje fatsoenlijk tijd dat het niet in gevaar komt, zeg maar. Kan je dan nu nog informatie doorgeven aan degene die nog moeten komen? Ja, ik weet niet of ik op tijd terug ben, maar ja, dan wel, hè. En vanuit de auto zullen ze het ook wel doen, dus. Want reed er iemand achter je, een van de ploeggenoten? Nee, geen ploeggenoten. Nee, dat niet. Nee. En nu is het eigenlijk voor jou, is dan nu Parijs kwestie van dat nog halen? Of is het vanmorgen, aangezien Dylan er niet is, nog een sprintkans voor jou? Nou, we moeten even kijken wat de situatie is met onze kopmannen. Als die, ja, dat is natuurlijk het hoofddoel. En verder, ja, moeten we nog even zien wat het wordt. Dus wel met de instelling om gefocust te blijven, zeg maar, morgen nog. Ja, we moeten nog even bespreken wat verder het plan is. Het kan natuurlijk uitkomen op misschien echt wel een secondenspel. Ja, dan is dus misschien de parade die normaal gesproken in Parijs is, zou dan nog een strijd kunnen worden? Ja, normaal gezien is dat niet echt de bedoeling, geloof ik. Maar ja, als het een secondenspel is, moeten we natuurlijk altijd scherp zijn en alle mannen voor die mannen inzetten ook. Dus ja, dan, dat is het belangrijkste doel van deze Tour. Dus.